alle voorbereidingen hier worden getroffen. Het staat allemaal klaar, dus het debat kan bijna beginnen. Ik kijk ernaar uit, ik heb er zin in. 3, 2, 1. Goedemiddag en welkom bij het Groene Verkiezingsdebat. We zitten nu in een coronacrisis, maar die coronacrisis is klein bier als je het vergelijkt met de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Klimaat en biodiversiteit, het zijn mondiale thema's. Zo moet je dat ook benaderen. Die generaties die nu aan de knoppen zitten, die lijken nog niet wakker te liggen van die cijfers, maar jongeren wel. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat iedereen zich realiseert, ook de politici, dat het hun wereld is die wij nu aan het uitputten zijn. Het lijkt wel alsof onze ouders en grootouders zich heel veel zorgen maken over onze toekomst, behalve als het gaat om het nalaten van een leefbare wereld. Dat vond ik toch wel heel erg naar de ouderen met het vingertje wijzen van u heeft het niet goed gedaan. De jongeren hebben het ook in ieder geval niet gedaan. Jongeren moeten een zwaarwegende stem krijgen en structureel mee kunnen praten over de biodiversiteit en klimaatcrisis. Die handtekening alleen is niet genoeg. De komende jaren zijn cruciaal en daarom moet er echt wat gebeuren. Het is de hoogste tijd voor een ministerie voor klimaat en biodiversiteit. Het domste wat we kunnen doen is inzetten op poppetjes in plaats van beleid. Ik noem alleen maar de financiële opleidingen, dat daar ook plek komt voor klimaat en biodiversiteit. Dat mensen weten dat het CO2 is en niet CO kwadraat. Nederland consumeert alsof we 3 aardbollen tot onze beschikking hebben. Je moet nu kiezen. Er is geen tijd te verliezen en een wereld te winnen. We zijn echt het vieste jongetje van de klas. Het is ongekend dat de CO2 nog steeds niet doorgerekend wordt als je een groot bedrijf bent. Vleestaks, punt. Morgen invoeren. Ja, dan maak je een elite discussie van die het inkomen van de gezinnen raakt. We weten ook dat de agrarische sector daar een belangrijke rol in speelt, maar die zie ik juist als de oplossing. Want je moet altijd aan knoppen draaien die het verschil maken. Met iedere actie die je doet, kies je en stem je eigenlijk voor groen of niet. Dus pak dat potlood, druk het op het papier, kleur het rood. Ga ergens voor staan, maak jezelf groot. Zet jezelf en je generatie op de kaart door met z'n allen te gaan stemmen. Op 17 maart. Dank jullie wel. Succes. Dank je wel, Philippe. Ik vind het wel super mooi om te zien dat we in zo'n debat als vanavond het niet langer hebben over moeten we wel of niet iets gaan doen aan dat klimaat, maar echt wat gaan we specifiek doen aan dat klimaat. 17 maart stem ik voor de toekomst van onze generatie en voor de biodiversiteit.